En een zesde persoon is overleden aan de gevolgen van de botsing die op 6 december plaatsvond aan de Afobakkerweg. De 44-jarige Paulus Aidit was opgenomen op de intensive care unit van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Hij heeft het ook niet gehaald. Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar aanleiding van het beeldmateriaal van het command center komen vast te staan dat de bestuurder van de autobus uitweek naar rechts... En op de rijhelft van de pick-up terechtkwam. Om een frontale botsing te voorkomen, verliep de pick-up bestuurder zijn rijhelft en week uit naar rechts. Op datzelfde moment kwam de bestuurder van de autobus terug op zijn rijhelft, met als gevolg de botsing tussen beide voertuigen. De pick-up en de autobus zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. De bestuurder van de pick-up heeft een fractuur aan zijn rechterarm opgelopen. Zijn vrouw klaagde op de dag van de aanrijding van pijn op de borst. terwijl hun driejarig kind ongedeerd is gebleven. Het ontzielde lichaam van Paulus Aidit is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor Abductie in beslag genomen. meldt de Public Relations van het KPS. Vanmorgen heeft er weer een aanrijding plaatsgevonden. en wel in het district Saramaka, waar een grootmoeder samen met haar kleindochter is aangereden door een vrachtwagen. Zowel grootmoeder als het tweejarige kleutertje zijn omgekomen. Het kindje, de tweejarige Casey Kliem, rende op een onbewaakt ogenblik de straat op. Haar grootmoeder, de 54-jarige Ilse Wagio, rende haar achterna en werd samen met haar kleindochter aangereden door de vrachtwagenbestuurder die vanuit de richting Boskwam kwam. Het verkeersbarometer staat vandaag op 61.